naar Marit. Arne, wat wordt verwacht van jouw ploeg vandaag? Ik denk dat we de afgelopen dagen wel bewezen hebben dat we een heel sterke ploeg hebben. Dus samen met Robbe Gijs staan we goed in het super 8 klassement. Dus dat gaat de eerste objectief zijn van vandaag. En dan vandaag wordt ook een massasprint verwacht. Dus dan denk ik dat we Sascha gaan uitspelen, omdat hij ook wel bewezen heeft in de Elfstedenronde dat hij wel goed op dreef is. Dus ja, dat wordt ons objectief vandaag. En morgen, dat wordt stand houden of is er iets anders in petto? Rune Hergots en Fabio staan mooi in het klassement. Dus het zal vooral baat zijn om die jongens mooi vooraan te houden. Dus we zijn goed bezig, dus hopelijk kunnen we dat ook in stand houden. Zeer jonge ploeg, fysiek volledig in orde? Ja, toch wel. In het voorjaar hebben we het een beetje lastig gehad, omdat we 6 neo's hebben en dan ook nog een paar tweedejaars. Dus het is wel een hele super jonge ploeg, dus we moeten nog wat ervaring opdoen en nog een beetje body kweken. Maar ja, nu, de tweede helft van het seizoen, hebben we toch al kunnen tonen dat we ons mannetje kunnen staan en dus dat we toch goed op dreef zijn. Ja. Algemene repetitie voor Waregem, Belgisch kampioenschap volgende week? Ja, toch wel. Denk het wel. Ik denk dat Balwazen ideaal is om de conditie nog een beetje aan te scherpen richting Waregem. Dus dan gaan we een voltallige ploeg zijn en dan hebben we heel veel troeven om te spelen. Dus zeg nooit nooit. Welke troeven worden daar in feite wel uitgespeeld, zeg eens? Ja, ik denk dat we vooral met de ploeg collectief sterk vooraan moeten koersen. En zeker zien dat we altijd iemand mee hebben vooraan in de gelederen. Want dat is toch een koers die vaak onvoorspelbaar is. En, ja, als het eventueel op een sprint uiteindigt, dan kunnen oftewel Sascha of ik gespeeld worden. Dus, ja. Jouw spurterskwaliteiten zijn gekend, denk ik. Wat wordt er dit jaar nog van jou verwacht? Toch een overwinning, denk ik. Goh, ja, het is voor mij dit jaar nog niet altijd even goed gelopen in de sprints. Redelijk wat akfietjes altijd. Dus, ja, ik heb nog niet echt kunnen tonen wat mijn snelle benen hier op dat niveau betekenen. Maar vandaag gaan we dan voor Sascha gaan. En ik hoop later in de loop van het seizoen om het ook wel een paar keer te kunnen laten zien dat ik ook wel snelle benen heb. Ja. Vast veel succes. Ja, dankjewel.